lepels deel je heet. Ja, beste luisteraars van De Wonderwachters, we zijn weer terug met een nieuwe aflevering, de Halloween special. Dit keer hebben wij een gast. Adam, stel je even voor dan. Ik ben Adam. Ik doe deze keer mee. Ja, laat je gezellig mee met deze aflevering. Het gesprek wordt geleid door Marijn Bouwer. Daar ben ik de leider een keer. Ja. Ja. En jij bent... ziet graag Halloween toch wel in de Efteling komen dan? Ja, ik zie het graag komen. Als je kijkt naar alle grote parken in Europa, die hebben Halloween. Europa Park heeft het, Disney heeft het. Ja, we staan vandaag in een attractie die een beetje Halloween-achtig aandoet. Maar we zien het graag toch wel in de Efteling ook wel komen, zeg maar. En hoe zie jij het voor je? Hoe zou je het graag uitgebeeld willen zien in de Efteling? Het sleutelwoord is natuurlijk sfeer. Je moet echt een Halloween sfeertje scheppen. Het moet herfstachtig zijn. Het moet spannend zijn. En je kunt natuurlijk scare zones, dat doen andere parken, haunted houses. Oké, van die haunted houses. Adam, hoe denk jij hierover? Hoe moet Halloween binnen de Efteling eruit zien volgens jou? Nou ja, binnen de Efteling zou ik eigenlijk zeggen dat ze het wel wat anders moeten doen dan andere parken. Weet je, op hun eigen manier. Want ja, andere parken is het toch nog wel, ja. Want andere parken hebben nog wel eens van, laten we het een beetje over de top feestwinkel of die maskers doen. Maar ik denk dat de Efteling wel dan wel een beetje op hun eigen manier, want ze hebben genoeg mogelijkheden. Ja, waar ik zou ook voor me zie, is bijvoorbeeld net als de wolf uit het Sprookjesbos, dat je die in één keer ziet en dan veel scarier. Ja, maar inderdaad. Dan dat je inderdaad wel in die sfeer zit. Wat jullie misschien trouwens opvalt, is dat we deze aflevering voor de eerste keer met beelden doen. Ja. Vanuit het Spookslot. Vanuit het Spookslot. En het verhaal was net ook te horen op de achtergrond. Tom van Beek, hè? Ken je die? Goede tijd, slechte tijd acteur. Ja, ik kijk dat absoluut niet. Nee, maar oké, Halloween binnen de Efteling en voor het volk verlaat. Ja, daar kun je best een grappige scare zo van maken. En dan kijk je daar naar binnen in die huisjes en zie je in één keer Moeder Lot. Ja, dit bijvoorbeeld, dat ze dit geluid maakt. Ja, neem bijvoorbeeld een voorbeeld aan wat ze nu doen met de dwervels in Toverland. Ja. Dat zou je met het volk verlaat ook kunnen doen. Ja, aan de andere kant vind ik dat ook best wel weer raar, want dan heb je zo'n heel lieflijk volkje dat ineens verandert. Ja, dat is juist leuk. Dat is eigenlijk wel. Dat is ook met de dwervels. Ja, klopt. En de Haunted Houses, die wil ik in Walibi Holland, vanavond is het weer Fright Night. Daar hebben ze 4 Haunted Houses, die hebben een goede kwaliteit. Vinden jullie daar in de Efteling? Ja, dit is al een spookslot, maar nog een paar erbij, ja, ziet er wel te zitten. Oh ja, even lederikken. Ja. Al waar Adam het net over had, kan ik me wel iets meer voorstellen, weet je wel, het is zo'n, iets te kitsch. Ja, ik weet niet hoe Walibi dat doet, want Walibi doet het best goed. Bij Walibi geweest eigenlijk. Ja, ik ben Walibi, ben ik wel vaak zat geweest, maar niet met Halloween. Nee, ik ook nog niet. Maar Eddie de Clown, dat is gewoon de vetste act ooit. Dat is gewoon... Nee, maar je moet toegeven, Eddie de Clown ziet er goed uit. Die ziet er niet feestwinkelachtig uit. Alleen Eddie de Clown bij de Efteling, weet je... Nee, Eddie de Clown is best wel grof. Grof gebekt. Dat is waar. Heel grof. Nou, Eddie de Clown moet... Toen Lupix hem gebeld had, hè... Oh, je bek! Ik zit aan de telefoon en dat zie ik niet zo gauw in de Efteling. Nee, maar hij doet het in Walibi goed. In Walibi doet het hartstikke goed. Maar een locatie als Fatimagana Paleis zou je natuurlijk erg goed als haunted house kunnen inrichten. Ja, of je bouwt of je zet er andere poppen neer, dat je van die scare poppen hebt in Fata. Dat ze nog wel het eigen gezicht hebben, maar dat je, als je beter kijkt, dat in één keer zo van die... Ja, dat die zombie faces zijn, weet je wel. Lijkt me wel grappig. Maar ja,
Ze hebben natuurlijk ook altijd nog die heks van het sprookjesmysterie. Daar valt nog iets leuks mee. Of Horrorpaudus. Horrorpaudus? Nee. Dat kan ook al. Ik denk dat we Pardoes met Halloween in het park maar even uit moeten gooien. Want... Nou ja, dat is hij sowieso al de laatste tijd. Versus Eddie de Clown. Horrorpaudus. Dan wint Eddie de Clown wel, denk ik. Ja. Maar waarom zien jullie daar niks in, Horrorpaudus? Omdat Pardoes bekend staat als een kindervriend die... Ja, maar de larven ook best wel. Die staan ook bekend als kindervriendelijk, zeg maar. Ja, maar dat is dan weer te vergelijken met de dwervels. Dat is een ja, maar als je nou de leeftijdsgrens omhoog gooit, ja, wat Walibi ook doet, dat moet je zeker doen. Of voor bepaalde gebieden de leeftijd omhoog gooien. Kun je ook doen. Dan heb je nog altijd van die eigenwijze ouders die dan denken van, hey, we gaan er toch maar even naar doen. We gaan toch even naar binnen en mijn kind is geschrokken van dit en dat. En ja. Ja, maar ja, het blijft wel de Efteling. En, nee. Als je ook naar Disney kijkt, die hebben de Not So Scary Halloween Party. Dat kun je in de Efteling ook doen. Gewoon sfeer, pompoenen langs het pad. Ja, het is om meer bezoekers te trekken is natuurlijk ook wel de bedoeling, hè, Halloween. Hè? Een soort family Halloween, dat kun je er ook van maken. Ja, oké. Okay. En welke park is hier nog meer als voorbeeld? Ja, nou, Disney is eigenlijk de enige die ook een beetje een softe Halloween heeft. En andere parken... Toverland toch ook wel? Toverland was door de week, maar door de week merkte ik. We zijn er dus... we zijn er maandag geweest. Maar ik had gehoord dat je daar van die soort weer staafjes kunt kopen dat zombies jou niet kunnen laten schrikken. Dat is waar. Vond ik eigenlijk ook een heel mooi systeem. Dat is wel mooi. Inderdaad, dat is een goed systeem. Alleen, je hebt dan wel van die mensen die lopen de hele tijd zo... Jij kan me niet laten schrikken, niet laten schrikken. Ja. Ja. Ja, maar die mensen zijn gewoon heel erg overgevoelig en bang. Maar dat is wat Toverland doet, want Toverland blijft ook een kinderfamiliepark. Dus die hebben behoefte aan zo'n systeem en Walibi niet. Oké. Okay. En Europa Park heeft een hele goede Halloween en PortAventura doet het erg goed. Dat soort. PortAventura doet het inderdaad heel goed, ja. Maar, oké, PortAventura, dat is Spaans, hè? Ja. Ja, dat is in Spanje. Wat weet je van die Halloween-viering daar eigenlijk? Ja, ik heb er niet zoveel van gehoord, maar ze doen het ook wel goed. Ja. We kunnen concluderen, de Efteling is het enige park binnen Europa dat eigenlijk geen Halloween viert. Het enige goede park. Het enige goede park. Ik bedoel, Drievliet toch niet, maar... Ja, maar Drievliet, kom op. Ja. Bobby Jaarland viert Halloween, maar... Wat vind jij buiten dat Bobby Jaarland vrij skeer park is? Wat vind je van de Halloween-viering daar dan? Ja. Ik verdiep me niet echt in de Halloween van Bobby Jaarland, maar aan posters wat ik gezien heb, lijkt het me niet zo goed. Dat is the way not to do it, lijkt mij. Onze gast is nogal stil, maar wat denk jij van Halloween bijvoorbeeld aan Bobby Jaarland? Ja, ik heb inderdaad die posters ook gezien. Ik heb wat beeldmateriaal gezien eerder, vorig jaar of zo. Het zag er wel oké uit, maar het was niet wat ik zeg van... Het kan concurreren met Walibi of zo. Hey, maar mensen, ik heb het idee dat we steeds meer afzakken. Zullen we eens richting die kant uitgaan? Ja. Ja. We kunnen namelijk ook nog hier wat... Bij de geit? Bij de geit. Een bok, dus dit zijn demonen. Ja, dat zijn demonen. En Halloween, ja, we staan natuurlijk in een Halloween-achtige attractie. Ik vind dit persoonlijk een van de... mooiste spooksloten die ik heb gezien. Niet vanwege dat het zo eng is, maar dat het een hele mooie sfeer heeft. Heeft het, ja. De hondenzaal vind ik zeker heel mooi. En ja, spook dat, we staan helemaal alleen. We zijn helemaal alleen. Je hoort op de achtergrond de muziek, de geluid. Het is, wat ik zei, niet het engste spookslot, maar het is wel een van de mooiste. Ja, ik denk dat Phantom Man er nog wel overheen komt. Maar heb ik nog nooit gezien. Dus. Nee, ik ook niet, alleen van de buitenkant. Phantom Manor, moet ik wel zeggen. Mooie attractie, een hele mooie attractie.
zou je zeggen, zelfs de beste van Disneyland. Dus. Ja. Oh, nou, dan gaat net deze show beginnen. En ja, ik vind het effect van de in het dak ook gewoon heel mooi. Ja, als je bedenkt dat de attractie al uit 1978 komt, vind ik het toch echt heel mooi gedaan. Ja. De sfeer is gewoon, ja, gewoon perfect. We staan hier nou een tijdje, ik merk dat mijn ogen al wel gewend zijn aan het donker in ieder geval. Ja, echt wel. Bij jou? Ja. Zie je deze aankomen dan, hoor? Oh! Ja, nou ja, Halloween. Eigenlijk zouden ze hier zo'n pompoen neer moeten leggen, zo. Halloween! Oh, ja, nou, kortom. Ik vind dat ding sowieso een beetje raar staan in de rondzaal. Ja. Maar het staat er al jaren, ik stoor me er niet aan. Jij wel? Nee, ook niet echt. Mooie oplossingen, maar ook lelijke. Geen Eftelist-achtige dingen gaan bespreken hier, alsjeblieft. Ah, ja. Ja. Moet ooit aan bod komen. Zullen we ook nog in de, naar de show gaan? Of, ja, ik denk dat we genoeg gezegd hebben. Ja, een mooie afsluiter voor Halloween. Onze Halloween special met een special guest, Adam. Ja. Nou, we sluiten af. Maar je kunt ons volgen op Twitter. We zijn te zien op, te zien en te horen op YouTube en Facebook natuurlijk, hè. Pretparksblog zijn we ook. Pretparksblog ook. Ja. Dus dan ga ik jullie, ga ik afscheid van jullie nemen, mensjes. Hey Adam, was tof dat je erbij was. Ja, was leuk. Vond het leuk om mee te doen. Oké.